Goedemiddag, Paul. Goedemiddag, Jasper. Welkom op de Chaos Donderdag. Chaos Donderdag? Ja. Nou, inderdaad, want je bent een heleboel bakken aan het leeghalen, hè? Ja, dat klopt. Alle bonus die moeten schoongemaakt worden. En daar hebben we het vorige keer maar over gehad. Dat dat één keer in dezelfde tijd moet gebeuren. Maar ja, eigenlijk doen we het omdat we gaan verhuizen en dan willen we geen vieze bonus hebben. Jullie gaan verhuizen? Ja, wij gaan verhuizen. Wat ontzettend leuk voor jullie. Ja, het wordt hier een beetje klein. En je wilt toch verder. En ik denk dat ieder ondernemer op een gegeven moment zoiets heeft van, ja weet je moet er eens een stap verder zetten. En de meeste mensen zullen wel gezien hebben dat we in februari 5 jaar bestonden. Nou, wij vonden het tijd worden voor een nieuwe uitdaging erbij. Ja, en plus een grotere ruimte, want we zitten nu op 140 vierkante meter en dat is echt te klein. Hey, je bent nou alles aan het leegscheppen. Ja, klopt. Volgens mij was het, zoals je de vorige keer uitlegde, ook met de stofzuiger. Ja, als de bak leeg is, water is eruit, dan gaat de stofzuiger erin. En als we al klaar zijn, dan gaan we er een hele dunne bodem in leggen. En dat is eigenlijk ter voorbereiding van de verhuizing. En dan na de verhuizing, dan komt er weer een dikkere bodem in. We hebben het al eens over de pH-verlaging bodem gehad. En over de grindbodem. Het ene soort is een pH-verlagende bodem, het andere soort is een grindbodem. En eigenlijk als je naar de natuur gaat kijken, dan leven ze vaak in beekjes waarbij eigenlijk een grindbodem een hele normale bodem is voor ze. En dat wij zelf de pH-verlagende bodem zijn gaan gebruiken is eigenlijk voor de kweek van Carolina's. Om te zorgen dat het water perfect is. Paul, wat voor granalen zitten er nou in de bak die je net hebt schoongemaakt? Daar zitten nu Japonica granalen in. Dit is Europese naakweek. Eigenlijk hebben we het liefst alles naakweek. Want wild van, hou ik niet zo erg van. En Japonica is eigenlijk een hele goede algeeter. Eet ook draadalg. En zeker mensen met wat grotere vissen is het ideaal voor. Nou, dat was het weer voor vandaag. Zijn er vragen, stel ze gerust. Via pb kan je me altijd nog bereiken. En dan zien we u weer bij het volgende filmpje.